Na de beker, kwartfinale beker, Zoetermeer Panthers, Leeuwarden Capitals, Marco Posma. Wat een pot. Ja, ik denk dat dit een leuke pot was om te kijken, heen en weer gaan. Ik denk dat het spel mooi was van beide kanten, hard gewerkt werd. En ik denk voor de toeschouwers dat het echt een leuke wedstrijd is geweest. Ik denk dat Jorrit een extra biertje krijgt. Meer dan 50 saves, Marco. Nou, die krijgt vanavond geen extra biertje, maar die mag zaterdag een kist opdrinken. Ongelooflijk, wat hebt hij in hoop gestopt? Die was vandaag fantastisch, ja, zeker. Ja. Hoe gaat het nou met de telling? Telt het gewoon als een overwinning? Dus als morgen bijvoorbeeld Zoetermeer 0-1 wint, komt er dan een derde pot of wordt het dan gelijk... Dat moet jij weten, toch? Nee, ik ben maar een fan, hè? Nou, het is een best of two, dat betekent dat elke goal telt uiteindelijk. Dus gewoon, als jullie gewoon 1-0, ja, ja, 0-1 mag je verliezen, ben je nog door? Ja, precies. Als... Nou, het was in ieder geval wel reclame voor het ijshockey vandaag. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het best wel hoog niveau was. Ik denk dat beide teams ook hard gevochten hebben voor de overwinning. En ja, ik ben blij dat wij gewonnen hebben. Die laatste periode heel veel straffen, terwijl de eerste en tweede periode meeviel. Kwam dat ook mede door de vermoeidheid? Ja, dat is wel ongetwijfeld. Dat vind ik die laatste, of niet de laatste straf, maar dat was gewoon echt een goede hit. En dat vond ik een zwaar onterechte straf. Ja, dan zijn wij aan het killen en dan krijgen we nog een straf. En dan kom je uiteindelijk met een 5-3 kom je uit. Ja, dat had deze wedstrijd eigenlijk niet verdiend, vind ik. En dat vind ik heel erg jammer. In ieder geval gefeliciteerd. Met één been al in de halve finale. Nou, één been. Weet je, iedereen is nu hartstikke blij, maar morgen gaat de zon weer op en dan is het gewoon weer een nieuwe wedstrijd. En dan moeten we gewoon weer kaart knokken om ook die tot een goed einde te brengen.